Ik ben Matthew Dan, ik ben 23 jaar oud, ik woon in Gent en ik ben graffiti-artiest en ik heb een kledinglijn, Dan Clothing. Ik ben gestart in oktober 2011, maar het idee kwam denk ik een jaar ervoor, toen ik op zoek was naar werk of toen ik net was begonnen met een arbeidersjob en die was ik al heel snel beu en dan wou ik iets van mijn eigen doen, iets creatief. En ik ben ergens op het idee gekomen om met t-shirts te beginnen. En dan heb ik een half jaar, drie kwart jaar research gedaan. Achter de business en zo, t-shirts en al die toestanden. En dan na dat research van een half jaar ben ik begonnen met een paar t-shirts te maken. En sindsdien ben ik daar constant mee bezig. Heb je interesse om net zoals Matthew een onderneming te starten? Wij gingen op bezoek bij het Oog in Gent voor meer informatie. Jonge mensen, mensen die nog studeren of net afgestudeerd zijn, kunnen bijvoorbeeld terecht bij het Centrum voor Ondernemen. Heel wat hogescholen zijn daar aangesloten en die studenten kunnen daar terecht voor begeleiding bij hun ondernemersidee. Daarnaast heb je het Oog, het ondersteuningspunt Ondernemers Gent, waar mensen terecht kunnen met vragen over vergunningen die de stad Gent oplegt of Vlaanderen oplegt. Het kan gaan over subsidiemogelijkheden, het vinden van een locatie bijvoorbeeld. Daarvoor kunnen ze bij ons terecht hier. Nadat je de stappen hebt overlopen en je een eigen onderneming hebt opgestart, blijft het leerproces groeien. Ja, als ze vallen, opstaan, je begint daarmee. En dan, dat is niet goed, dan bijwerken en daar groeit je daarin. En dan leert je zo'n beetje je merk zelf beter kennen. En dan weet je van die richting spreekt mensen meer aan. Dan gaat je daar meer in en dan evolueert dat. Wenst u meer informatie over ondernemen? Bezoek dan een van volgende websites.